Na een toerismedag in 2021 en een toerismeweek in 2022 besluit Suriname voor het eerst een toerismemaand te organiseren. In het kader van Wereldtoerismedag op 26 september heeft het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme de maand september uitgeroepen tot de toerismemaand. Toerisme-directeur Rabin Buddha zegt dat de toerismemaand moet bijdragen aan de bewustwording van wat de sector kan betekenen voor ons land. Wat het kan betekenen ook in termen van, los van inkomsten, los van bedrijvigheid, kan het ook bekendheid geven aan de bedrijven, maar ook een stukje werkgelegenheid. En wij streven met ons beleid ook richting hogere doelen. En met die hogere doelen bedoel ik armoedebestrijding. Het tegengaan van die urbanisatie. Want als ik in mijn district employ kan vinden, dan ga ik niet richting stad. Als ik een baantje kan vinden en ik heb geld, ik heb inkomsten, dan hoef ik niet naar de stad te gaan om naar werkgelegenheid te zoeken. Dus dat zijn de hogere doelen, maar direct is het bewustwording. Wat kan het toerisme allemaal voor ons betekenen en hoe kunnen we maximaal rendement daaruit halen? Buddha geeft verder aan dat Suriname sinds na de COVID-periode nu eindelijk weer een lichte groei ziet in de toerismecijfers. Voor wat betreft de aankomsten is dat nu iets meer dan voor COVID. Dus we zitten redelijk goed qua arrivals. De sector hebben we ook, we hebben samengewerkt, hard gewerkt met de sector om die promotie op te pakken, om de trainingen van hun personeel op te pakken landelijk. Want u weet, iedereen zocht naar werkgelegenheid, iedereen had geld nodig. Bepaalde sectoren waren total locked en je hebt gehad dat heel veel mensen, werkers binnen de toerisme sector, naar andere sectoren zijn gegaan en niet meer zijn teruggekeerd. En samen met de private sector hebben we aardig wat werk kunnen verzetten. Dus de recovery fase is deel achter de rug. We zijn nog niet waar we moeten zijn, maar we zijn dik tevreden met de laatste ontwikkelingen. Het volledige interview met de directeur van toerisme kunt u morgen volgen in het programma In Gesprek met om 5 uur 's middags op kanaal 12.1.